kan natuurlijk een technisch mankement zijn. Erg waarschijnlijk is dat niet. Ja, daar komen we later op terug. We hebben natuurlijk een enorme onslaught gezien op al onze social media kanalen. Dat gaat denk ik meer over de vaccinatiecampagnezaak. Waar eigenlijk is toegegeven, het is experimenteel, het is therapie, er zijn... En dat is materiaal wat angstvallig uit de media moet worden gehouden. Maar waar het hier over gaat is natuurlijk de zaak die we hebben gewonnen tegen de ING. Nou, dat is heel fijn. Wat betekent dat? En waarom zijn we dus ook enigszins gematigd in onze uitlatingen? Is dat de ING verplicht is ons als klant te accepteren. Nou ja, als goed klant probeer je zo... netjes mogelijk met degene die dan die rekening levert om te gaan. Er blijft natuurlijk wel altijd heel scherp op de waarheid. Maar we gaan niet meedoen aan een moddergooigevecht. Het is helaas wel een moddergooigevecht geworden. Is dat door de ING? Is dat door de media? Dat is altijd een beetje uitzoekwerk. Dus ik wil jullie vooral vragen om de rust te bewaren. Eén ding, er is niks aan de hand. Dit is allemaal weer een storm in een glas water. Ik denk dat het nuttig is om eventjes de feiten op een rij te zetten, zodat iedereen daar zijn eigen idee over kan vormen en zijn eigen mening over kan hebben. Er is geen geld misbruikt. Dus dat stuk is inderdaad echt smaad en laster. En daar zijn we aan het kijken van wat is de beste methode en wie is er daarvoor aansprakelijk. Dus wordt het een aangifte, strafrechtelijke vervolging, dagvaarding, et cetera. Daarover worden jullie geïnformeerd. We zijn ermee bezig. Dan eventjes... wat was nou de aanleiding voor dit bericht? Het gaat eigenlijk over de rechtszaak die dus is gewonnen. Dus we zijn in het gelijk gesteld. Er was geen reden om de rekening op te heffen. Het belang van viruswaarheid wordt groter geacht... omdat wij deel moeten nemen aan het betalingsverkeer... dan het belang van ING dat ze vrij kunnen kiezen... wie wel en wie niet hun klant is. ING wilde van ons af en heeft daarvoor een paar argumenten naar voren gebracht... en in onze ogen... oneigenlijke argumenten en daar heeft de rechter ons gelijk in gegeven. Dat is denk ik erg belangrijk om in het achterhoofd te houden. Wat werd er nou naar voren gebracht en waar zien we stukken in de media over verschijnen, is een leningsovereenkomst van 50.000 euro. Er wordt net gedaan alsof er in de pot is gegraaid en er 50.000 euro is misbruikt of is verduisterd vanuit de donatiegelden om een stuk grond aan te kopen privé. Nou, dat is niet hoe het zit. En ik neem jullie eventjes mee in de feiten. In 2019 heb ik als privépersoon een stuk grond aangekocht in Fuerteventura. Aangekocht, dus daar moest nog een afbetaling plaatsvinden. Op 9 januari heb ik een stichting gestart. En dat is de stichting Danza Mundo. En die zou de exploitatie doen van de dansvakanties. Dat zijn dus twee losse projecten die eventueel in de toekomst samen zouden komen. Nou, met die hele coronacrisis... is er helaas niks van die dansvakanties gekomen. En wat er nog meer gebeurde, is dat de oorspronkelijke geldschieter een betalingsprobleem had. En ik had nog wel die betalingsverplichting ten opzichte van degene die grond verkocht. Toen hebben wij eerst bij de ING aangeklopt om een krediet aan te vragen, zodat wij dat konden overbruggen. ING is daarvoor gaan liggen en heeft gezegd van nee, doen we niet. Toen hebben wij de afweging gemaakt om dat dan kortstondig een leenovereenkomst met de stichting te verstrekken, waardoor in ieder geval die verplichting voldaan kon worden. Overigens is dat geld al lang weer terugbetaald, dus dit is oude koeien en zo heeft de rechter het ook gezien van ja, er is geen risico, het is terugbetaald, had misschien beter gecommuniceerd kunnen worden. Daar ben ik niet helemaal mee eens, want we hebben wel degelijk de ING op de hoogte gesteld. En moeten wij voor elke uitgave toestemming aan de ING vragen? Volgens mij hebben wij meer verantwoording af te leggen naar de donateurs. En tot nu toe zijn we overal open en transparant in geweest. En dat blijven we ook doen. En we doen dit onbezoldigd. Hè? Dus zowel Jeroen als ik als alle andere medewerkers of vrijwilligers krijgen er niet voor betaald. Sterker nog, iedereen stopt daar ziel en zaligheid in en heel veel tijd en heel veel moeite en wordt beschimpt in de media zonder dat er ook maar enige vergoeding tegenover staat. Dus dat overbruggingskrediet, dat was helemaal conform de wet. Dat is ook bevestigd in de rechtszaak. Die is weer terugbetaald.
Dan is er nog de afweging geweest van, ja, maar is het dan een juiste besteding geweest? Nou ja, er was een afweging van of ik moet nu heel veel werk gaan stoppen in het Spanje-verhaal. En dan kan ik dus niet werkzaam zijn voor viruswaarheid. En we hebben met z'n allen besloten van, oké, dan doen we een overbruggingskrediet, zodat je in ieder geval door kan gaan. Dan is nog het tweede punt over dat we de rekening oneigenlijk hebben gebruikt. En dat is een heel hypocriet punt. Wat er gebeurde? De stichting Danza Mundo was dus een slapende stichting. Er werden geen dansvakanties georganiseerd. En op 29 mei, toen ging mijn eerste, dus 29 mei 2020, ging mijn eerste praatje op Weltschmerz redelijk viraal. Jeroen vroeg toen van, hebben we nog een bankrekening of een stichting of iets waar wij mee donaties kunnen ontvangen ter ondersteuning van die rechtszaken. En dat we ook de eisers kunnen bundelen in een stichting. Daar hebben we toen kortstondig Danza Mundo voor gebruikt. We hebben de week erop direct een stichting Viruswaarheid opgericht. En de week daarop hebben wij een rekening aangevraagd. Want ze wilden die rekening niet zomaar overzetten van, en ze zijn dus ING, van Danza Mundo naar Viruswaarheid, waarmee het opgelost zou zijn. Maar we moesten een rekening aanvragen voor Viruswaarheid en dan konden we die rekeningen wisselen. Dat is wat er met het ING is besproken begin juni. We zijn meerdere keren op kantoor geweest, dus dat er nu wordt gedaan alsof ze er niks van afwisten, ja, is op zijn minst gezegd opmerkelijk. Ik neem aan dat daar gewoon interne stukken van zijn. In ieder geval hebben wij het bewijs dat we die aanvraag hebben gedaan. Welke oplossingen er zijn gekozen. En toen werd het wachten op een rekening voor de stichting Viruswaarheid, zodat we die konden wisselen. Die is nooit gekomen. En opeens vernamen wij dat er een onderzoek werd ingesteld. Nou, dat is heel vreemd, want eerder is het bij het oprichten van de stichting Danza Mundo bijvoorbeeld binnen één dag een rekening verstrekt. Dus daar hadden wij wat vragen over. En in de rechtszaal hebben we die vraag ook gesteld van, hey, er wordt nu gedaan alsof dat gaat over berichten in de media, maar als wij de stukken goed lezen, dan lijkt het er meer op dat er berichten van het NCTV naar buiten kwamen waar wij in werden genoemd. Na gesproken te hebben met andere organisaties die met dezelfde problemen kampen, werd dat vermoeden bevestigd. En ook nog eens door de stukken, de interne stukken van de Rabobank, waarin dit gewoon beschreven staat. Die zullen we ook publiceren. Dus zover de verwarring en de feiten en waarschijnlijk de echte aanleiding. We zijn ten eerste heel blij dat we gewoon in gelijk zijn gesteld. Voor de mensen die het willen weten, we proberen daar zo open mogelijk over te zijn. Dus alle stukken, ook de financiële stukken, die zijn gewoon gedeponeerd bij de KVK. We doen daar helemaal niet geheimzinnig over. Er is dus geen geld misbruikt. Er is een leenovereenkomst aangegaan en dat geld is al lang weer, dat is in 2020 al terugbetaald, ruim voordat de rekening in februari werd bevroren en opgezegd. Ik wil jullie ook bedanken voor de enorme steun die we krijgen, want met die negatieve berichtgeving komt er heel veel op ons af. Proberen dat zo correct mogelijk te woord te staan en wij blijven altijd voor de waarheid staan. En ik denk dat uiteindelijk het misschien ook nog wel eens positief kan uitpakken als dadelijk alles weer is gaan liggen en de feiten bekend worden, dan wordt denk ik heel duidelijk dat dit over smaad en laster gaat en over kaltstellen en dat het niet zoveel te maken heeft met waarheidsvinding. En dat is nou het grote probleem in de media, dat het gaat over sensatie en over proberen tegenstanders uit te schakelen, tegenstanders van het regime heb ik het dan over, in plaats van nieuws brengen. Niet iedereen doet dat. We hebben een heel neutraal stuk gezien op de NOS, de website van de NOS bijvoorbeeld, waarin wordt gezegd ING moet de bankrelatie met Viruswaarheid voortzetten, want dat is het eigenlijke nieuws. Laten we dat vooral vieren, dat we weer eens een rechtszaak hebben gewonnen. Dat is nu 3-15 ongeveer. En hoe meer we winnen, hoe positiever het wordt. Wat zijn de vervolgstappen? Vooral rustig blijven. Er is dus niks aan de hand. Er is wel een storm in de media. Die gaat vandaag of morgen wel weer liggen. En dan gaan we natuurlijk kijken naar wat er juridisch aan vervolgstappen plaats zal vinden. Daar ga ik zelf niet te veel over zeggen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij de rust bewaren
En vooral laten zien dat wij de nette mensen zijn en niet met modder terug gaan gooien. Dus helemaal niet nodig. We zien dat er nog steeds rechters zijn die wel moedig zijn. Ze hebben rechter Hoekstra gehad met de avondklok. En deze rechter is natuurlijk ook gewoon is op de feiten afgegaan. Gekeken, wat is er aan de hand? Ja, het verdient niet de schoonheidsprijs. Maar er is niks onoorbaars. Er is geen fraude, er is geen verduistering, er is geen witwassen. En al helemaal niet financieren van terrorisme. Dus de wetten die werden aangehaald voor dat klantonderzoek door het ING zijn onterecht gebruikt. Lees het vonnis vooral en vorm je eigen mening. Wellicht wordt dit de start van de rechtszaken tegen de media. We houden jullie op de hoogte.